Dit is 538. Ik hou van lekker fris. Ik hou van lekker anders. Ja. Ik hou van lekker anders, lekker fris. Fris. Oh, lekker fris, lekker anders. En daar hou ik ook van. We zijn de gek op hier. En we hebben de prachtige Evelien Cocu in de studio. Ja, Evelien Cocu. Ja. Bekend van X-Factor van 2011. Dan stond je daar te zingen. Ik ben vanmiddag nog eventjes online gegaan om naar dat fragment te kijken. Wat deed je dat fantastisch, meid. Dankjewel. Ja, en zelfs Gordon was ook helemaal in alle staten. Hè? Ja, klopt. Die ging zelfs voor je staan. Ja, bizar. Hè? Nou, dat doet hij normaal gesproken nooit. Nou, bukken wel, maar staan niet. Nee, dus hoe gaat het met je sinds dat prachtige moment? Ja, goed. Ja. Ja, ik ben lekker bezig met muziek maken en gaat goed. Moet er niet eens een keer een leuke single komen? Ja, ik heb net een album uitgebracht, dus misschien staat daar een leuke single op. Oké, hoe heet het album? Stop, Rewind, Play. Pardon? Stop, Rewind, Play. Stop, Rewind, Play? Ja. Nee, Rewind, Play. Rewind. Oh, dus, stop, Rewind, Play. Spoelen, weet je die knopjes spelen. Op je cd spelen? Ja, dat ja. Hoe kom je bij die titel? Het is iets wat ik heel vaak zeg als ik niet uit mijn woorden kom. Je gaat natuurlijk ook lekker fris, lekker anders. Een ouder nummer in een nieuw jasje steken. Yes. Welk nummer wordt dat? Dat wordt Hello van Lionel Richie. Hello. Hello. Evelien Cocu hierbij. Zo
is dat fantastisch, hè? Dankjewel. Ken je dat programma bij SBS beter dan het origineel? Ja. Nou, dit was fucking beter dan het origineel. Wow. Dit was fantastisch. Yes. Ja, ik zie je ook liever dan Lionel Richie, moet ik zeggen. Die is ook over zijn oude datum heen. Nou, dankjewel. Ja, fantastisch. Ik ben het echt... Ik zou bijna willen vragen of je de vaste band zou willen worden. Kan natuurlijk niet. Maar ik zie je graag nog weer eens een keer terug. Natuurlijk. Ja, leuk, tuurlijk. Ook in deze samenstellingen. Dit is 538.